De PSV-selectie begint iedere training met de rondo. In twee groepen gaat het er fanatiek aan toe. Meestal zijn er twee vaste groepen. Een rondo met Van Bommel, Strootman, Mertens, De Rijk en de Zweedse voetballers. En de andere rondo met Lens, Willems, Engelaar, Wijnaldum, Marcelo en Hutchinson. Doel is toch wel het poorten van je tegenstander. Vrijdag 29 maart was eerst Kevin Strootman de pineut. Ook Timothy De Rijk kreeg een poort van Ritsmeijer. Maar de mooiste poort van de ochtend kwam van Dries Mertens. Mark van Bommel was weer het slachtoffer. Onlangs werd hij al genadeloos gepoord door jongeling Peter van Ooyen. Zondag speelt PSV uit bij Roda JC. Later vandaag de beelden van de persconferentie van Dick Advocaat.